één vraagje. Kunt u alle millenniumdoelen voor mij opnoemen? Oh, ik denk dat ik daar nog moeite mee zal hebben. Ja? Het zijn er 8. Dat zijn gezondheid, gezondheidszorg, voedsel, onderdak. Wat kan ik nog meer bedenken? Voedsel, onderdak. Werk, huisvesting. Het zijn er al 4. Heb ik er pas 4? Ja, er is 4. Gezondheidszorg, huisvesting, voeding. Scholing. Had ik die al gehad? Ja. Scholing. Oh, wat erg. Zwangerschap. Zwangerschap, is dat een... Ja, betere, minder zwangerschapssterfte. Minder zwangerschapssterfte. En eventueel, dan kan ik me ook voorstellen, geboortebeperking. Of er staat dat niet? Ja, minder kindersterfte. Ja, minder kindersterfte. Oh, dus niet geboortebeperking. Ik ben Sophie, ik sta hier nu naast Christine Mesker van Amnesty International. Ik ga haar een paar vraagjes stellen over wat ze nou eigenlijk doen voor de millenniumdoelen en voor de rest van de wereld eigenlijk om te verbeteren. Als u één ding wat echt opvalt van wat jullie voor verbetering doen, wat zou dat dan zijn? De mensenrechten die als basis zijn voor ook alle millenniumdoelen die je eerder noemde. Het gaat erom dat landen een fatsoenlijke wetgeving hebben. Dat is 1. En hebben ze dat niet, dan doet Amnesty een poging om dat te verbeteren. En wordt de wet niet gehandhaafd, dan is doel nummer 2 van Amnesty om die landen aan te zetten van kijk eens, je hebt in je wetboek staan dat en dat en je komt je doelen niet na. Dus dat betekent dat doelen die, overtreden worden, dat ze daar degene die dat doen, dat die bestraft worden. Dat is eigenlijk de basis van Amnesty en eigenlijk waaruit alle andere zaken voortvloeien. En kunt u ook een voorbeeld noemen van wat voor overtredingen of wat voor beperkingen er dan zijn in zulke landen, wat voor landen dat zijn? Nou, mensen die opgepakt worden voor een afwijkend geloof, voor homoseksualiteit, zonder vorm van proces worden opgepakt. Anderen die eventueel wel geweld hebben gepleegd, maar geen fatsoenlijke rechtspraak krijgen. Die mensen aan de kaak gesteld worden die dat doen. Oké, en hoe proberen jullie dat dan te doen? Onder andere met petities, met publiciteit in kranten en televisie. En de slachtoffers die het betreft, dat is eigenlijk de basis van Amnesty, daar is mee begonnen. Daar wordt naar geschreven. Want de basis, waardoor het begon is, het waren eigenlijk 2 Portugese studenten die in 1960 zomaar opgepakt werden. Omdat zij andere gedachten hadden dan onder de dictatuur in Portugal in die tijd